Wat gebeurt er eigenlijk met al die gevoelens en die trauma's die uit de oorlog voortkomen? Iris Hond is een Nederlandse pianiste die pijlsnel carrière maakt in binnen- en buitenland. Hoewel ze pas 30 is, duikt in haar leven de oorlog steeds op. Zonder dat ze hem zelf heeft meegemaakt of er dagelijks mee bezig is. Waar gaat de tour over? Of in je eigen muziek? Ik vertel eigenlijk echt mijn levensverhaal, waardoor ik ben geïnspireerd. Dus alle stukken die ik heb geschreven hebben echt een verhaal wat te maken heeft met de dingen die ik heb meegemaakt. Ja. Dus die vertel ik. Is het daar een soort thema in? Ik hoor veel mensen die dan zeggen, ja, het gaat heel erg over eenzaamheid, maar ook kracht die je eruit haalt. Dus ik denk dat is misschien wel het thema. Kwetsbaarheid. Ja. Het zijn niet de minste thema's. Nee. Eenzaamheid en kwetsbaarheid. Ze spelen ook een grote rol in haar familie. Iris' opa was Joods. Hij overleefde als enige van zijn familie de oorlog. De rest is vermoord in concentratiekampen. Iris' opa praatte er nooit over. En haar vader ook niet. Wat is daar gebeurd? Mijn opa heeft heel lang ondergedoken gezeten. Maar zijn hele familie is wel naar concentratiekampen gegaan en niet meer teruggekomen. Behalve zijn moeder, geloof ik, die was wel mee. Die heeft overleefd. Maar mijn vader had gewoon een slechte relatie met zijn vader. En daar heeft hij heel veel verdriet van gehad. En ik geloof wel heel erg dat het verdriet van mijn opa, dat mijn vader dat dan over kan nemen. Ja. En dat mijn vader dat ook weer doorgeeft. Aan jou? Ja, ik heb gewoon vanaf dat ik heel klein ben hele heftige nachtmerries over de oorlog. Oh ja? En ik ben er altijd gewoon heel erg mee bezig geweest. En waar komt dat dan vandaan? Is dat dan... Soms denk ik, misschien heb ik iets opgepikt, een verhaal, toen ik heel klein was, wat heel veel indruk heeft gemaakt, waardoor dat is gaan leven. Want wat droom je, hè? Ja, dat de Duitsers voor de deur staan. Dus ik droomde vroeger heel vaak dat er heel hard op de deur werd geklopt. En dat mijn familie werd meegenomen. Zo. Heel concreet gewoon. Ik droomde ook wel eens dat ik ergens dan was waar ik al die mensen zag. Dus al die, eigenlijk bijna een soort concentratiekamp waarin ik me dan zo verantwoordelijk voelde. Dus dat ik de oplossing moest vinden om ze te bevrijden. Zo. Alsof jij nog een soort verantwoordelijkheid draagt. Ja, klopt. Mijn moeder zegt wel eens, ja, omdat het zo'n mysterie is rondom opa, word je daar naartoe getrokken. Ja, ik voel gewoon... Ik schreef ooit een gedicht. Hoe ging dat nou ook weer? Bezweet van verdriet bevriest jouw adem mijn lichaam. Jouw adem zonder geur of gezicht die ik ken en ook zo mis. En dan, ik voel je handen die iemand me ooit beschreef. Ik zie je lach die ondergedoken bleef. Ik huil jouw tranen. En leef jouw verdriet of zo. Ik wou dat ik je kon zeggen, vergeet me niet. Maar, en dat gevoel had ik dus echt van, ik huil jouw tranen en voel jouw verdriet of leef jouw verdriet. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Wat prachtig. Dank je wel. Schitterend. Ik was helemaal emotioneel, laatste nummer. Ah. Ja. Hoi. Twee CD's? En ik vond dat een heel mooi show. Dank je wel. Prachtige show. De emotie die je vertelde en de muziek, het kwam mooi overeen en kwam binnen. Het was zeer emotioneel en heel diepgaand. Ja. Dank je wel. Ja. Aan de ene kant denk ik, wat een bullshit allemaal. Niet zo aanstellen.
Je hebt waarschijnlijk gewoon een keer iets gezien of gehoord dat heeft indruk gemaakt. Maar omdat je er zo mee bezig blijft, blijven die nachtmerries zich herhalen. Het is namelijk echt best wel ver weg. En aan de andere kant denk ik, nou, ik geloof best dat zoiets misschien wel kan. Ook al gebeurt het misschien onbewust, het verdriet van de oorlog is voor Iris ook een bron van inspiratie. Ik zie hierachter allemaal schilderijen op de schouw staan. Zijn die van jou? Ja. Deze? Die ziet er vrij verdrietig uit. Ja, die heb ik nog niet zo lang geleden gemaakt. Hier op de achterkant staat ook een tekst. Am I a true soldier whose back is carved with blame, or am I still hiding in a uniform of shame? Oh, wow. Ben ik echt een soldaat? Wiens rug is, ja, hoe zeg je dat? Carved. Vol littekens. Vol littekens van schuld? Ja. Yeah. Of verstop ik me nog steeds in een uniform van schaamte? Wauw. Maar zo'n tekst komt er dan uit en dan later ga ik pas overdenken, wat betekent dat eigenlijk? Ja. Ben jij dit? Ja, geloof het wel, ja. Ik voel gewoon wel vaak dat ik heel veel verdriet in me heb of zo. En dan weet ik niet precies waar dat dan vandaan komt. Maar toch kijk ik altijd omhoog, want het is niet iets wat me plat legt. Zo is de oorlog een bron van ellende, maar ook van inspiratie. Misschien is dat wel de manier om hem te vangen. En het verdriet van de oorlog om te zetten in wat moois. Ook al gebeurt dat onbewust. Dit is je persoonlijke koffer. Ja. Dat is wel troep. Ik weet het. En een beer. Ja, die gaat gewoon mee. Die gaat mee? Ja. Wat dan? Dit is mijn beer. Die kreeg ik toen ik het huis uitging. Van mijn ouders. En die is echt... die had ik altijd bij me. En die heeft wel voor een stukje veiligheid gezorgd voor mij. Ja, het is heel stom. Ik heb me ook heel lang wel een beetje voor geschaamd. Ik ben 30. Maar toch geeft het, ja, ook na zo'n nachtmerrie, geeft het wel een soort van comfort om zo'n beer te hebben. Ja. Hoe kan het dat je er zo goed over kan praten zonder dat het je... Ja, het emotioneert je niet direct dat je nu moet huilen of weet je, als je erover best wel zware dingen praat. Wat is dat? Controle, denk ik. Ik bedoel, dus ja. En achter de piano? Dan laat ik het meer gaan. Maar ja, het is denk ik... controle, dat is het denk ik gewoon. Ik ben wel heel open, maar echt diep in mezelf laten kijken, doe ik denk ik niet zo snel. Zo houdt Iris haar emoties onder controle. En misschien slaagt ze erin het echte lijden eruit te spelen. Maar dat hij op zoveel verschillende manieren in ons doorleeft. En dat hij net onder de oppervlakte ligt te wachten om ons weer te grazen te nemen.